de liposuctie. Een liposuctie is een kunstmatige manier om van je vet af te komen. Zoals hier in deze animatie wordt getoond, tekent de specialist eerst met een marker op je huid. Daarna wordt er door middel van een kleine snede een buis in het lichaam aangebracht. Zodoende wordt het vet afgevoerd naar iets dat lijkt op een tuitbeker. Hier wordt de inbrenging nogmaals uitgelicht, door middel van een inzooming. De prijs van een liposuctie kan uiteenlopen van 1000 tot 2300 euro. Hieruit kan worden opgemaakt dat je beter kan gaan sporten of op een streng groenvoerdieet gaan. Hier wordt een voorbeeld uit de praktijk getoond. Net zoals zojuist is er eerst netjes afgetekend. Er wordt een kleine opening in de huid gemaakt, waarna de naaldbuisconstructie wordt ingebracht. Dit lijkt pijnlijk, maar gelukkig is de patiënt onder narcose. De arts kan nu rustig zijn gang gaan. Er moet hard worden gestoken om het vet snel genoeg af te voeren naar de tuitbeker. Je ziet hier een close-up van de vetafvoerbuis. Deze is vetafstotend, en niet vrij verkrijgbaar. De arts steekt rustig door, tot de 3 tuitbekers tot maximale hoogte gevuld zijn. Dat kan wel een poosje duren, er zit immers veel vet in dit menselijk lichaam. De liposuctie is in Nederland half niet zo populair als in de VS. Het BMI ligt daar veel hoger. In Nederland is het gemiddelde BMI van een man 26,9. In Amerika ligt dit echter rond 30,7. Een groot nadeel van het fenomeen liposuctie is het overblijven van overtollige huid. Deze kan alleen operatief verwijderd worden, met desastreuze littekens als gevolg. De arts voelt even of er al voldoende vet afgevoerd is richting de tuitbekers. De arts concludeert dat nog niet afdoende vet is afgevoerd, er zal flink doorgestoken moeten worden. De arts komt helaas vaak met een lange arm thuis. Dit valt wel te begrijpen. Nogmaals controleert de arts in dienst of het klaar is, want de narcose is bijna uitgewerkt. Het is een race tegen de klok. De arts vindt het wel mooi geweest, en besluit hierbij de ingreep af te ronden. Het eindresultaat bestaat uit 3 rijkelijk gevulde tuitbekers en veel overtollige huid.